Steve, ik mag jou verwelkomen. Lieve, lieve vriend. U bent een vriend voor het leven. Ja, wat hebben wij al meegemaakt de afgelopen jaren. Vriend, een soort geestelijke papa, altijd daar. En al jarenlang gaat hij met ons mee. Hij was de eerste die ja zei tegen het plan om naar Noord-Korea te gaan. Hij zegt, Mat, ik zeg ja, ik stap wel in het bestuur, ga er maar voor. Deze man strekt zijn nek ook voor ons uit, ook voor ons persoonlijk. Is het bestuurslid van GMF. En ja, je support is gewoon amazing. En elke keer als je meegaat naar Burma, het is zo fijn. En wat hebben we samen al beleefd. En ja, je bent echt een voorbeeld voor me. Ook natuurlijk de Kana-conferenties, waar ik zelf heel veel van heb geleerd. Ook die keer. Mijn ouders waren er ook bij. Fantastisch vonden ze het ook toen Wesley Campbell kwam en de Bijbel ging bidden. En wat was het bijzonder. Dat was heel, heel lang geleden. En Steve, we houden van je en we vinden het voor dat je in ons midden bent. Zullen we een hartelijk applaus geven aan Steve van Deventer? Hi Ma, goed jou te zien. Amen. Wauw. Geweldig. Oh man. Ik word zo blij en opgewonden als ik al die verhalen hoor. Oh. Prijs de Heere. Pinksterdag. Toen kwam de Heilige Geest. Ja, ik ben net terug uit Tajikistan. Dat ligt onder Kazachstan, naast Oezbekistan, dichtbij Turkmenistan. Je kan het gewoon maar noemen Verwegistan. Wij waren daar om mensen die in Afghanistan vrijwillig als christenen werken. En nog steeds, ondanks de bommen, werken ze daar. Echte helden. Ze hebben gevraagd of Magda en ik ze geregeld wil komen bezoeken. In Afghanistan. Terwijl gisteravond kreeg ik weer een berichtje. De Taliban is heel boos. Want ze hebben twee van de mensen die vroeger bommen geplaatst hebben, de plannenmakers van de bommenplaatsers hebben ze geëxecuteerd. En zo de Taliban heeft gezegd, wij gaan echt wraak nemen. En ze zochten eigenlijk buitenlanders om gevangen te nemen. En zo dat is ook een van de landen die echt onze gebeden nodig hebben. Ik kan niet zulke mooie verhalen vertellen als Mat. Maar wauw, wat hebben wij toch, is de Heilige Geest goed. Pinksterdag, wat gedenken wij, wat vieren wij met Pinksterdag? Er staat in de Bijbel, in Handelingen 2, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bijeen en plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag, dit huis waar ze zich bevonden, geheel vulde. En er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en op zich ieder een van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde tongen en vreemde talen, zoals de geest in werd ingegeven. En dan staat er, er was in Jeruzalem ontzettend veel mensen, en ze stormden van overal samen, en ze maakten een hele grote groep, en overal kwamen mensen samen, en zij waren heel verbaasd wat er gebeurd is. En dan zegt Petrus, als de mensen zo kijken, en dan moet je maar eens lezen wat die Bijbelvertaling zegt over de mensen die zo horen tongertaal spreken. Er staat, toen het geluid weer klonk, drommen ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat iedereen de mensen horen in een eigen taal spreken. En dan staat er weer vers 12, verbijsterd. En helemaal van stuk gebracht, omdat deze mensen tongentaal spraken, vroegen ze, wat heeft het toch te betekenen? En sommigen zeggen, ja, ze waren dronken.
En dan zegt Petrus, hij zegt, dit wat u nu hoort, is dat wat geschreven staat bij de profeet Joël. God zegt, ik zal in de laatste dagen van mijn geest uitstorten op alle vlees en ze zullen profeteren. God zegt, in de laatste dagen zal mijn geest uitstorten op mijn dienstknechten en dienstmaagden en ze zullen profeteren. De oudjes zullen dromen dromen, de jongelingen, de jonge mensen zullen visioenen krijgen en gezichten zien. En ook zal ik op mijn dienstknechten en dienstmaagden mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. De laatste dagen. Wanneer zijn nou de laatste dagen? Of aan het einde van de tijden, wanneer is dat nou? Nee, weet u wat? Mag ik je een geheim vertellen? Daar was nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo'n laatste dag geweest als vandaag. Er was nog nooit een dag zo dicht bij de wederkomst van Jezus Christus geweest in de hele geschiedenis van de wereld als nu. Halleluja. Zo, wij leven in de laatste van de laatste dagen en God heeft de belofte gegeven. Wat zegt hij? Hij heeft gezegd, ik zal mijn geest uitstorten op de baptisten alleen. Of heeft hij gezegd, ik zal mijn geest uitstorten op alle protestanten behalve de Rooms-Katholieken. Volgens de mensen die geloven in dat boek en de verschillende dispensationalism, die zien de Rooms-Katholieke kerk als doel. Nee, wat zegt Gods woord? Wat heb ik gezegd? Wat staat er in Handelingen? Wat heeft Joël voorspeld? God zegt, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En wat betekent dat? Ik heb een beeld daarvan dat mij op een dag pakte. Wij hadden een predikantendag georganiseerd. Samen met twee vrienden van mij, wij dachten dat we zo ongeveer 25 predikanten zou krijgen, weet je, voor een dag van bemoediging. En er kwamen 150 predikanten die eerste keer. Wij wisten niet wat wij moesten doen. Wij zaten in putten. Ik moest van broodjeszaak naar slager gaan, net alleen om genoeg broodjes voor de lunch te krijgen. En terwijl wij aan het zitten waren, las ik dit voor en ineens had ik in mijn geest een beeld van mensen die in een supermarkt staan, zoals Albert Heijn. En terwijl ze daar staan, beginnen ze elkaar bij kassa 2 te vertellen. Oh, heb je gisteravond gezien, die is genezen. En over de luidsprekers komen er prijsmuziek. En tussen de rijen praten ze en bieden ze voor genezing voor elkaar. En gaan ze dan in een zaak als Bijenkorf, en die bestaat niet meer, maar toen zag ik V&D en dat de mensen zo opgingen of beneden kwamen met die roltrappen, met die lifting, en dat ze elkaar groeten. Oh, prijs die Heer, halleluja, Gods geest is goed, God is goed. Ik had zo'n beeld van dit is wat God in Nederland wil doen. En dit heeft mijn hart gegrepen, dit was mijn passie geworden, dat God heeft gezegd dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat is zijn verlangen, dat is zijn behoefte, dat is zijn visie. Hij wil alle mensen aanraken, niet alleen in Nederland. Niet alleen in Europa, maar ook alle moslims, de wereld einde, tot aan het einde van de wereld. Want hij heeft gezegd, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En ik heb gezegd, hier, dit
wil ik zien, dit wil ik meemaken, dit wil ik beleven. U hebt aan Simon in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, heeft gezegd, voordat Jezus geboren werd, dat hij niet hoeft te sterven, totdat hij de hoop van Israël zou zien. Totdat hij ziet dat de Messias geboren is. En ik heb gezegd, ik weiger om dood te gaan, want ik wil dit zien. Ik wil deze opwekking zien. Indien ik ga niet als iemand naar de hemel nemen, kruip terug naar de aarde, want ik wil zien hoe dit eruit ziet als u uw geest uitstort op alle vlees. Dit is mijn passie, dit is mijn verlangen, dit is waarvoor ik leef, dit is waarvoor ik gemaakt ben. Want wij weten niet wat het betekent als Gods geest komt. Ik heb als kind heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Ik werd verdwaald, terwijl ik 5 of 6 jaar oud was en ik heb in een veld geknield in het noorden van Zuid-Afrika. En ik heb gevraagd, Heer, vergeef me mijn zonde, kom in mijn leven. En God heeft mij gereed. Ik wist vanaf dat moment dat ik een christen was. Maar ik was later tot... Kunnen ze me niet filmen? Ja, maar ik ben ook niet te filmen. Maar die spullen die staat in de weg, daar kan ik niet met de mensen communiceren. Maar goed. Ik was jarenlang christen. Toen ik 21 was, bezig met theologische studie, toen was ik was zo teleurgesteld in de studie. Ik was zo teleurgesteld in God. Ik riep om God. Ik vroeg, Heer, waar zijn de tekeningen? Waar zijn de dingen die ik lees in uw woord? En ik riep tot God uit. En lieve mensen, ik probeerde zo hard mijn best om christen te zijn. Ik probeerde te getuigen. Ik werkte als buschauffeur. Ik probeer met mensen te praten als ze in de bus stappen. Ik werkte als buschauffeur om mijn studies te betalen. En ik was zo moe. En teleurgesteld in mijzelf. Mijn tweede jaar was ik blijven zitten in het enigste vak waar ik niet eens voor geleerd heb, was filosofie. En dat heb ik toen nog geslaagd ook. Zeg je wel wat, maar... Maar in ieder geval, ik liep in een nacht uit in een veld. Want een professor in het Nieuw Testament heeft gezegd, alles wat God in het verleden gedaan heeft, maar niet voor vandaag. En ik heb gezegd, Heer, als daar geen realiteit is, sla mij dood. En ik heb het uitgeschreeuwd en ik heb geschreeuwd en ik heb gestaan, kom dan, kom dan. En ik heb een bliksem verwacht en dat is niet gebeurd. God heeft mij ontmoet, ik lag op de grond, ik kon niet overeind komen. 3 maal ben ik gevallen. En ik vroeg, Heer, wat is dit? In het begin was het niet zo erg, maar later dacht ik ga zo dood. Want hij drukte zo zwaar op mij, hij zegt, zo was je leven. Tot dusver, omdat je alles in je eigen kracht wilde doen. Bid mij om mijn Heilige Geest. En ik bad hem om zijn Heilige Geest. Weet je, en het voelde net zoals de dag dat ik tot geloof kwam. Er viel een last van mijn schouder. Ik weet niet of de maan achter de wolken teruggekomen is. Ik weet het niet, maar alles was licht om me heen. En voor het eerst van mijn leven, de volgende dag, kon ik doen wat ik zo hard gewild had. Ik stond bij onze studentenhuis en een van mijn vrienden kwam binnen en ik vroeg hem, joh, hoe gaat het met jou? Hij zei, oh joh, Steve, weet je, ik heb weer veel te veel gedronken dit weekend. Mijn studies is een puinhoop. En voordat ik het wist, kwam er uit mijn mond, heb je al ooit je leven aan Jezus gegeven? En toen ik hem het vroeg, zag ik ineens tranen springen in zijn ogen. En hij begon te huilen. En die ene Bijbeltekst kwam naar de ander uit. En ik ben hem naar de kamer gegaan. En hij heeft op de vloer heeft hij geknield en zijn leven aan Jezus gegeven. Ik was christen. Voor meer dan 18 jaar. En ik heb nog nooit iemand naar de Heer geleid.
En ineens is dat gebeurd. En in de week daarna heb ik tal van mijn vrienden, hebben die hier aangenomen. Als ik met ze sprak, zag ik de tranen in hun ogen. Dit is de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel werd een nieuwe boek voor mij. Ik heb mijn hele leven tot dan heb ik bij Bijbel gelezen. Maar het was alsof het technicaler werd. Het was zwart-wit. En ineens ging het open. Ik kon er niet genoeg van krijgen. In 14 dagen tijd heb ik de Bijbel gewoon uitgelezen. Ik kon niet genoeg krijgen van bidden. Er is alles is in mijn leven veranderd. In plaats van dood gaf God mijn leven. En daar zijn mensen die denken, ja, maar het is maar eenmalig. Als je met mij doorloopt even in de Bijbel, weet je vanaf het allereerste begin, op de eerste bladzijde van de Bijbel, staat er dat er God schiep de hemel en de aarde was woest en leeg en chaos en duisternis. En de geest van God zweeft over de aarde. Als jij hier zit vanmorgen en je leven voelt voor je chaos en duisternis en alles is dood en je weet niet wat gebeurt, dan is de geest van God daar. De geest van God is daar om een chaos op te ruimen. De geest van God komt altijd en er zijn dingen die de theologen, ik heb een goede, duidelijke theologische opleiding gehad, maar wat zij niet geleerd hebben, is wie de Heilige Geest en hoe hij werkt. Want toen Mozes, God riep Mozes, en dan Mozes moest de oudste aanstellen, en dan staat er in Numeri hoofdstuk 11 vers 17, dan zal ik nederdalen, zegt de Heer, en daar met je spreken, en een deel van mijn geest dat op jou is, zal ik leggen op de oudste. Ik vroeg de professor in het Nieuwe Testament, in een theologie, ik vroeg hem, hoe werkt dat? Een deel van Gods geest. Ja, dat moet je niet zo zien. Ik zeg, jullie hebben mijn Hebreeuws geleerd, er staat een deel. En als daar een deel staat, dan is het een deel. God zegt, ik zal een deel van mijn geest. En het staat er niet eenmaal, want in 11 vers 25 staat er, en toen daalde de Heer in een wolk neer en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op Mozes was en legde dat op de 70 mannen. Op de oudsten, en toen de geest op hun rustte, profeteerde zij in het Oude Testament. En ik denk, Heer, als een deel van de geest die op Mozes was, 70 mannen kan aanraken en profeteren, dan wil ik die volheid van de geest. Ik wil niet een deel. Maar dat is niet alleen waar de geest kwam. Er staat, we lezen bij de aanstelling van de eerste koningen. Samuel ging en hij zalfde Saul. En dan staat er in 1 Samuel hoofdstuk 10 vers 6. En dan zal de geest van de Heere u aangrijpen. En je zult een geestvervoering raken en tot een andere mens worden. En toen hij David zalfde, toen Samuel David zalfde. In 1 Samuel 16 vers 13 staat er in Daniel, nam de olieworing en zalfde hem te midden van zijn broers en de geest greep hem aan. De geest greep hem van die dag aan, te midden van zijn broers. En Daniel veranderde. Als we lezen in het Nieuwe Testament, dan zegt Jezus aan zijn discipelen, blijf in Jeruzalem. Het is voor jullie beter dat ik wegga. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. En als de Heilige Geest komt, dan zeg je, de Heilige Geest zal jullie leiden. De Heilige Geest zal de toekomst aan jullie verkondigen. Hij komt om jullie te troosten. Hij komt om jullie te leren. Hij komt om dingen in herinnering te brengen. Hij komt om over Jezus te getuigen. Hij komt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij komt om de toekomst te verkondigen. Hij komt om kracht om mij te getuigen. Hij komt omdat het beter voor jullie is dat ik wegga. Anders kan de Heilige Geest niet komen. 13 maal zegt Jezus, wanneer hij komt, de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest komt. En lieve mensen, ik wil weten, wat heb jij meegemaakt van de ervaring of de komst van de Heilige Geest in jouw leven? Ben je gedoopt met de Heilige Geest? Johannes de Doper, die getuigt, hij zegt, ik wist niet wie dit was, maar hij die mij gezonden heeft gezegd, op wie je de Heilige Geest ziet
komen en op hem blijven. Hij is dit. Die zal dopen met de Heilige Geest. Heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Paulus vroeg dat aan christenen in Efeze. Jezus sprak en dat hij wegging. Hij zegt in Johannes hoofdstuk 14 vers 17. Hij zegt, wanneer hij komt, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, zal hij bij u zijn en hij zal in u zijn. Een tweeledige werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt om in ons te wonen. Dat maakt je christen. Dat brengt wedergeboorte. Dat maakt je kind van God. Je wordt geboren in het koninkrijk. Maar hij zegt ook dat hij bij je zal zijn. Dat is uitwendige werking van de Heilige Geest. En dat zien we in handelingen. Jezus zegt aan zijn discipelen. Discipelen die jaren met hem opgetrokken heeft. Zegt die blijf in Jeruzalem totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoogte. Dat bekleding is niet van binnen, dat is van buiten. Hij moest een kleed van de Heilige Geest over je heen komen. En wij lezen in handelingen hoofdstuk 8. Toen Filippus ging getuigen en dan kwamen mensen tot geloof en ze werden gedoopt. Zelfs Simon de tovenaar, zo'n tovenaar, kerel, Jomanda type achtige persoon. Ja, ik kon er niet op komen. Ik de hele week spreek Engels. Ik weet niet hoe je het vanmorgen gered heeft om Nederlands te praten. Maar het komt zeker omdat ik buitenlander ben. Ik heb soms wel een gevoel met dat taal. Maar goed, dan gaf God ook een gave. Kurubundi was mijn eerste woord in tongentaal. Prijs die Heer voor Kurubundi. En handelingen hoofdstuk 8. Dan staat er, ze kwamen tot geloof. En toen de apostelen Jeruzalem hoorden dat Samaria dit woord aanvaard had, stuurden zij Johannes en Petrus en daar aangekomen legden ze hun handen op. En er staat, want de Heilige Geest was nog over niemand gekomen. Nieuwe vertaling zegt, Heilige Geest was nog niet op iemand nedergedaald. Zo'n beetje. Maar in handeling hoofdstuk 9, Paulus kwam tot bekering en hij moest de doop met de Heilige Geest ontvangen. In handeling hoofdstuk 10 lezen wij vers 10 vers 44, terwijl Petrus nog sprak in het huis van de Italianen, Cornelis, de eerste Italiaan die Jezus aanvaarde. Terwijl hij daar sprak, viel de Heilige Geest op en kaboom! En ze begonnen allemaal met tongentaal te spreken. Dat de Joden naar elkaar kijken, zeiden, wat is deze? Wie kan het water verhinderen dat ook zij gedoopt worden? Wat is deze? Ze hoorden de Italianen, en Italiaans klinkt al heel bijzonder, hoorden ze hun tongentaal spreken en profiteerden. En handeling hoofdstuk 19, in handeling hoofdstuk 19, dan komt Paulus in Efeze en hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze zeiden, wij wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Hij zei, jongens, hoe ben je hier dan gedoopt? En hij doopte ze en legde ze handen op en er staat er, de Heilige Geest kwam over ze, op ze. En mijn vraag aan je vanmorgen is, terwijl je hier zit en wij spreken over Pinksterdag, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Is die op je gekomen? Is die over je heen gekomen? Heb jij die ervaring? Is er voor je gebeden of niet? Want de komst van de Heilige Geest, daar is nooit een stop aan. Alle discipelen die de Heilige Geest ontvangen hebben, zelfs op Pinksterdag, lezen wij in handeling hoofdstuk 4 vers 31, dat zij aan het bidden waren en terwijl zij banen, werd de plaats waar zij samen waren geschud. En ze werden allemaal opnieuw vervuld met de Heilige Geest.
Zo, de komst van de Heilige Geest is niet eenmalig. De komst van de Heilige Geest blijft voortdurend totdat Christus komt. En hij heeft gezegd, hij zal komen in verschillende manieren, verschillende wijzen, met wijsheid. Hij zal komen als deel van het geheel en aan zijn volheid. En ik wil weten, jij zit hier vanmorgen en het is Pinksterdag. Heb je een hart dat brandend is voor Jezus, maar ben je ook aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest om te getuigen, om naar buiten te gaan. Het is de Heilige Geest die kracht geeft om te getuigen. Ik heb iemand aangeraden in een gemeente. Ik heb tegen hem gezegd, je moet je oudste vragen. Als er iemand is die de afgelopen 6 maanden niemand naar de Heer geleid heeft. Of ze niet goed moeten nadenken of ze op de verkeerde plaats zitten. Want het teken van de Heilige Geest is niet of je in tongen spreekt, maar of je getuigt. Het teken kracht van de Heilige Geest is niet zodat ik, kan schudden en profiteren en op de grond vallen, maar het is om naar buiten te gaan, om te getuigen. Er is een wereld daar buiten die verloren gaat. Er is een wereld waar God wil dat wij, wij zijn de handen en de voeten van Christus. En als je hier bent vanmorgen, geloof ik dat God je wil aanraken. De Heilige Geest is een trooster. De Heilige Geest is er om je te bemoedigen. Je te ontmoeten in je nood. Als daar chaos in je leven is, dan wil hij je troosten en aanraken. Maar hij wil ook dat we uitgestuurd worden. Het woord dat Jezus gebruikt, bidden hier om arbeiders in de oogst, is een sterk woord. Het is hetzelfde woord als uitgooien van demonen. Ik dat God arbeiders uitgooien in de oogst. God wil mensen aanraken. God, ik heb een briefje gehad, daar is die. Terwijl ik hier zat vanmorgen, kwam er een aantal dingen. Iemand met de rechterknie met pijn aan de binnenkant van haar knie. Ik denk, komt die kant allemaal. Linkerheup. Rechterknie pijn aan de buitenkant van de knie. Als dit jij bent, als jij dit bent, als je dit herkent, dit is wat jij last van heeft, kom naar voren dat we voor je bidden. Rechterpols, linkerarm aan de bovenkant van de arm. Rechterhand, pijn in de hand en in de gewrichten, met name de kom naar voren. Rechterbovenbeen, God wil genezen, maar meer nog wil ik je vragen. Dat is ook de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt om te genezen. Maar als je zegt, ik heb nog nooit echt de aanraking van God gehad. Of dit was zoveel jaren geleden. Maar Steve, die warmte, die overtuiging, die drive, die enthousiasme. Om echt te getuigen voor Jezus. Dat heb ik niet. Dan wil ik je uitnodigen vanmorgen. Geen veroordeling. Maar kom dat wij voor je bidden. Dat God je met vuur aanraken. Passie. En een visie en het doel geven om je leven. Om door de geest aangeraakt te worden. Kom, neem de vrijmoedigheid en kom. En als je hier zit vanmorgen en je zegt, ja weet je, er is al voor mij gebeden, maar ik kom niet vrij in de tongentaal of klanktaal spreken. Dan is het vanmorgen voor jou. Ik heb er geloof voor. Ik heb voor zoveel mensen gebeden al. En dat God nog voordat ik met ze bidden, dat de Heilige Geest ze vult en ze aanraakt. Baptisten, Rooms-Katholieken. God breekt door. Kunnen jullie helpen om voor mensen te bidden? Kom maar gewoon. Dat die mensen die ook naar voren kwamen op uitnodiging voor genezing. Dat de eerste daar voor die mensen bidden. Nu weet ik niet hoe om het verder te doen. Mat, help mij jongen. Uit Afrika, daar bidden we gewoon voor een hele bondel. Maar... Ja, dit is wat we gaan doen. Jezus is hier. Amen.
En Steve, om even aan te vullen. Jezus die heeft ons gisteren een nieuw geloof gegeven, ook voor organen. En het is letterlijk gisteren gebeurd. Allemaal organen. God gaf gewoon nieuwe organen aan mensen. Dus weet je... Zo verlangd dan dat. Ja. Dat was de eerste genezing die God mij voor gebruikt was. Was een nier die helemaal gestorven was. Die heeft God hersteld. En hij heeft gezegd, de tijd komt weer. Het is een nieuwe tijdperk. Amen. So, dit is wat we gaan doen. We gaan, ja, schuif heerlijk aan mensen. Dit is wat we gaan doen. We gaan gewoon God aanbidden. Het lekkere is, het is Pinksteren. En we zijn ook nog eens een keer ruim op tijd. Dus dat heb ik ook nog meegemaakt. Halleluja. Dus juist voor de papa en mama's en de ouders. Weet je, laat even geen stress. Je hoeft nou even je kind nog in je op te halen. Dat duurt nog 20, 25 minuten. Wees gewoon helemaal in die aanwezigheid. En waar je ook bent, God is hier om jou aan te raken. I really believe it. God is hier om jou op dit moment aan te raken. Op dit moment in Jezus' naam. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. En waar je verdriet hebt, waar je moeilijkheden hebt, waar je op dit moment een oplossing nodig hebt, daar waar je depressief bent, zeg ik in Jezus' naam. Word vervuld met de kracht van de Heilige Geest. En als we klaar zijn met het bidden voor al deze mensen die iets mankeren, wil ik vragen of degene die nog nooit vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Als je hier bent, je zegt, ik ben nog nooit vervuld met de Heilige Geest. Wil ik vragen of je ook zo hier naar voren wil komen. En dan word je vervuld met de Heilige Geest. Amen. En alle mensen die gewoon een verfrissing van God nodig hebben, laten we gewoon op de plek waar je bent God aanbidden. En Hij is hier en Hij wil jou verfrissen met de kracht van de Heilige Geest. Want zijn zalving is hier aanwezig. Zo in Jezus' naam nemen we op dit moment ook autoriteit over elke ziekte, ook elke chaos. Doe het in Engels. I step into the office. Right now in Jesus' name, we rebuke every satanic attack. We proclaim that your body needs to be healed right now in Jesus' name. I call forth right now everything what's not in order to be in order right now in Jesus' name. And Lord, thank you. You promised us, Lord, that new organs will fall into this place. So right now in Jesus' name, we command every organ what's sick, every organ what needs replacement to come out of heaven in Jesus' name. And we pray it into your body right now. And receive it, wherever you are. Just receive it. En Pauline, kun je ons meenemen in aanbidding? Come, Holy Spirit, fall on me now. Zullen elkaar gaan staan. I need your anointing, come in. Worship you.